Ja, vandaag echt een klassieker qua kenmerken. Je stelt hoge eisen, vooral aan jezelf. We zien dat zowel coaching kinderen als coaching volwassenen frequent. Dat perfectionisme, die lat altijd heel hoog leggen, te hoog leggen eigenlijk, is een kenmerk dat echt heel veel voorkomt. En is ook een uitdaging. Het is zoals bij veel dingen, hè, een mes dat aan twee kanten snijdt, dat perfectionisme, die lat zo hoog leggen. Aan de ene kant is dat goed, want dat challenge u om echt voor een betere kwaliteit te gaan. Maar aan de andere kant zien we dat, zowel bij kinderen en zeker ook bij volwassenen, dat het perfectionisme, dus die lat zo hoog leggen, er ook nogal voor zorgt dat de uitdagingen niet aangegaan worden. Ik heb er in een van de vorige tips ook al over gehad. Dus op een bepaald moment, ja, geef je eigenlijk in gedachten het een beetje op en heb je zoiets van, ja, ik kan dat toch niet halen, ik ga er nooit aan beginnen. En zo mist je enorme kansen om te groeien. Bij kinderen noemen we dat onderpresteren, maar dat kan evengoed bij volwassenen zijn. Dus dan ben je eigenlijk een job bezig zonder uitdaging. Maar op een bepaald moment geloof je ook niet dat je die extra uitdagingen kan aangaan. Wat is de oplossing en waarom ook de foto van Branson daar staat, is ook een tip die ik trouwens al in een vorig deel een keer gegeven had. Is van, maar vandaag is het iets uitgebreider. Eén, stel grote doelen. Als het doel jou niet bang maakt, is het doel gewoon niet groot genoeg. Je moet af en toe een challenge durven aangaan. En wat wil bang maken, wat is het gevoel bang? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is eigenlijk een klein beetje gezonde stress van wow, dat ga je niet zomaar lukken. Ik ga je wel iets moeten doen om dat gedaan te krijgen. Was het tweede deel van de tip, en daar zat het de vorige keer nog niet bij. En dat is ook een neiging die heel veel van onze klanten hebben, is van ja, ze stellen dan een doel, ze zetten dat extreem hoog en ze zetten dat zo hoog. Dat ze er dan uiteindelijk toch nooit aan beginnen, omdat ze niet weten hoe dat ze moeten beginnen. Het is heel belangrijk als je doelen stelt, dat stap 1 is heel klein te starten. Bij voorkeur doe je vandaag al iets om een eerste stap naar dat doel te zetten. Als je bijvoorbeeld zegt, ja, ik wil fitter worden, dan ga je vandaag al kijken wat een verschillende strategieën zijn die je kan hanteren. En dan ga je bijvoorbeeld vandaag ook al een afspraak inplannen bij de fitness of een afspraak inplannen bij je huisdokter voordat je begint te sporten, dat je toch zeker bent dat er geen problemen aan de hand zitten. Dus je start klein. Het tweede dat je moet doen is dat je heel iteratief moet werken. In IT is dat al lang gekend, hè? De agile aanpak waar je stapje voor stapje om de 2 weken gaat evalueren en bij gaat bouwen. Doe dat ook voor jouw eigen doelen. Dus stel wel een doel, maar ga regelmatig evalueren. Oké, met de strategie die ik nu aan het hanteren ben, ga ik eigenlijk de goede richting in. Word ik fitter? Zie ik die kilo's al wat zakken? Slaap ik beter? Ja, en als je ziet van, wow, ik ben dan hier nu 1 week, 2 weken bezig en ja, het is gelijk geen effect. Ja, zoek alternatieve strategieën, test die ook. Kijk wat je leuker vindt. Dus dat is echt continu testen, testen en doorgaan. Dus, wat is de cirkel van invloed? 1. Doordat je die schrik voelt en toch dat doel stelt, heb je ook wel echt het gevoel dat jij het stuur terug in handen hebt. Dat jij de beslisser bent, dat jij de uitdagingen durft aangaan. Door snel kleine stapjes te zetten, heb je ook het gevoel van succes. Want ja, ik ben er gewoon aan begonnen, ik verloochen mijn eigen doelen niet, ik durf dit, ik zet de stappen. En dus de combinatie van die twee gaat zorgen dat je echt gaat beginnen groeien, stap voor stap. Als je die doelen ook nog kan koppelen aan een visie en een missie en echt lange termijn doelen, de droom waarvoor je wil gaan, dan wordt het helemaal cool, want dan heb je ook een mooi traject naar een droom waar je echt wel de eerste stappen direct begint te zetten. En dus authentiek kan groeien. Dus veel succes ermee. Dit is aan de ene kant een moeilijker als je echt naar die visie en missie gaat, maar dat is niet de tip voor vandaag. De tip voor vandaag is echt als je een doel stelt, 1, zorg dat de lat hoog is. En doe vandaag uw eerste stap. Plan iets in, maak een afspraak, zeg het aan iemand zodat je dat er extern komt. Je hebt ik weet niet hoeveel trucken die ervoor kunnen zorgen dat de kans dat je jouw doel ook gaat bereiken, allemaal groter en groter gaat worden. Veel succes en tot de volgende.